Inmiddels 7 punten uit 7 wedstrijden. Dus we hebben de hele goede lijn van voor de winterstop nog niet helemaal te pakken. Maar ja, goed, de voetbalwereld is veranderlijk. Want 2 weken geleden zat ik hier en hadden we 5 wedstrijden 1 punt. En nu hebben we 7 wedstrijden 7 punten. Dus dat klinkt ineens weer een stuk beter. En ja, het is aan ons om het nu een goed vervolg te geven. Je kunt ook zeggen, uit de laatste 2 wedstrijden hebben we 6 punten gehaald. Heel tevreden over. Ik wil daar graag bij zeggen dat die nieuwe spelers die nu gekomen zijn in de winter, dat met name is om te kijken voor het volgende seizoen. Waarbij het in de meeste gevallen, of eigenlijk in alle gevallen, zo was dat er nu meer kans was om de spelers aan ons te binden. Dus dat hebben we gedaan om er in het verloop van dit seizoen ook nog profijt van te kunnen hebben. Nou, als je dan kijkt naar Jonathan Waterberg, die doet zijn werk als derde doelman goed. Sjoerd Overgoor had natuurlijk een trainingsachterstand, maar laat zien karaktervol te zijn en komt er dichtbij. En zo Stro levert ontegenzeggelijk iets wat we voorheen niet hadden. Had de pech dat hij net in het minste duel wat wij gespeeld hebben dit seizoen, dat hij daar in de basis kwam en de ondankbare taak als spits had. Maar je ziet dagelijks op de training dat hij iets toevoegt. En de eerste, Olivier Rommens. Nou, we zijn enkele dagen na de wedstrijd tegen Jong Utrecht. En daar heb je hem kunnen zien op het middenveld. In dit geval in de positie van Nyon Kaak. Hij kan op heel veel posities spelen. En dat deed hij meer dan verdienstelijk. Hij brengt een stukje gif. Is uit het goede hout gesneden. Dus ik ben erg tevreden over onze nieuwe mensen. Er is heel veel interesse voor Brian geweest in de winterstop. Zoals er ook interesse is geweest voor Hüseyin Doğan. En ik kan er alleen maar voor zeggen dat ik het een compliment aan de spelers vind. Maar ook een compliment voor de club. Dat zij aanbiedingen waarbij zij financieel behoorlijke stappen hadden kunnen maken. Dat ze die naast zich neer hebben gelegd omdat ze een ambitie hebben eerst binnen Top Os. Om via Top Os naar een hoger podium toe te gaan of met Top Os. En dat vind ik enorm te prijzen. En dat vind ik menselijkerwijs ook iets wat ik hier wel aan kan geven. Dat ik dat een enorm compliment vind. Eentje is wat min of meer ludiek. Het is natuurlijk zo Exota. Ik zit er hiernaast. Dit is de Exota directieblog. Exota is ook mensen gewoon tijdens de carnaval verkrijgbaar. Dus je kunt ofwel continu Exota drinken. Maar het is ook heerlijk als mix. Of tussen de biertjes door. Nou, dat was mijn eerste reclame nieuws. En anderzijds is het zo dat we op hele korte termijn binnen Top Os heel mooi sponsornieuws kunnen verwachten. Maar dat nieuwtje hou ik nog even voor. Ja, dat is koffiedik kijken. Daar doe ik nooit geen uitspraken over. Ik vind dat we een karaktervolle groep hebben. In die zin heb ik heel veel vertrouwen. Ik weet natuurlijk ook dat we in een competitie zitten waar de verschillen heel klein zijn. Misschien wel de sterkste keukenkampioendivisie ooit of eerste divisie ooit. Kan allemaal wel waar zijn. Ik heb heel veel vertrouwen in spelers en staf. En dat maak ik uiteraard dagelijks mee. Dus ik hoop dat we met z'n allen ervoor achter gaan staan en kijken waar het schip strandt, maar we gaan volop voor die play-offs.